Hallo yogis, welkom bij deze video. Vandaag doen we een ochtendyoga waarbij we ons lichaam wat openzetten en lichtjes triggeren, zodat we klaar zijn voor een volgende mooie nieuwe dag. Oké, we beginnen in Sukhasana en je brengt je vingers in elkaar op je rug, handpalmen stevig tegen elkaar. En dan strek je je armen uit naar achter en dan breng je je beide handen samen naar je rechterzij. Je zit mooi met de rechterrug. En breng je hoofd naar links. Je voelt de stretch in je rechterkant van je nek. Adem rustig in en uit. Schouders zijn laag. En breng je hoofd terug recht. En breng je handen naar de andere kant van je romp. En breng je hoofd naar rechts. En voel de stretch in je linkerkant van je nek. Daar waar je stretch voelt, adem daar naartoe. En laat je handen los, je hoofd komt terug recht. We gaan op handen en knieën steunen. Je vingers staan wijd open, wijsvingers wijzen naar voren. Je knieën staan op heupbreedte en onder je bekken. En we openen onze borstkas, adem in. En adem uit, ontrol vanaf je staartbeentje, wervel voor wervel. Tot uiteindelijk je kin op je borstkas komt. En nogmaals, adem in, open je borstkas. En adem uit, ontrol. Adem in, open je borstkas. En adem uit, ontrol. Nog eenmaal, adem in, open je borstkas. En adem uit, ontrol. Kom tot een neutrale positie. En draai je handen om, zodat je vingers wijzen naar je knie, naar je knieën. En stretch de binnenkant van je voorarmen. Sommige mensen die kunnen tot op hun zitvlak gaan zitten zonder dat ze hun handpalmen optillen. Voor mijzelf is het voldoende dat ik hier wat blijf. Dus zoek voor jezelf uit hoe ver je kan gaan zonder je handpalmen op te tillen. Buig dan je ellebogen en til dan toch je handpalmen op. En dan voel je de stretch nog meer aan de onderkant van je voorarmen. En keer terug. Draai handpalmen terug naar voren en plaats nu één rug van de hand op de mat.
Strek je armen en haat er naar achteren. Voel je aan de andere kant van je voorarm de stretch. Plaats nog volledig de rug van je hand op de mat. En buig dan je hand, buig dan je elleboog. Til je rug van je hand wat op. En los. Andere hand. Eerst met de arm gestrekt en ga naar achter. En til je rug, til je pols wat op. En los. Maak je handen wat los. Schud ze eens los. En ga dan in knieën zitten met je tenen gekruld. Maak wat ruimte tussen je tenen. Dus zorg dat je tenen het meeste oppervlak van je mat gebruiken. En adem in, armen op. En bij een uitademing draaien we naar rechts, armen komen horizontaal. Adem in, armen op. En we draaien door naar links. Adem in, armen op. En we draaien door naar rechts. Adem in, armen op. Adem uit. En ga naar links. Nog eenmaal. Adem in, armen op. Naar rechts. Adem in, armen op. En adem uit. Naar links. Plaats je handen op de mat. Laat je voeten los. Klop ze eventueel wat los op de mat. Plaats je handen wat naar voren, krul je tenen, til je zitvlak op en ga door naar neerkijkende hond. Eerste neerkijkende hond van de dag, dus maak jezelf wat los. Breng je afwisselend je schouders richting je tenen. Wiebel wat heen en weer met je voeten, duw afwisselend je hielen naar de mat. En kom uiteindelijk tot stilstand. Je oren zijn naast je armen. Schouders zijn ver van de oren. Je vingers staan wijd met de wijsvingers naar voren gericht. Trek je onderste ribben in. En duw je zitvlak zo hoog mogelijk naar het plafond, waardoor dat je de stretch voelt in de achterkant van je benen. En duw je schouders naar je tenen toe, maar zonder je buikspieren los te laten. Adem in, rechterbeen op. Buig je rechterbeen, open je heupen en kijk onder je rechterarm door. We gaan wat cirkels maken met ons rechterbeen. Oké, strek je rechterbeen uit, maar hou je bekken recht. Dus er is een verschil van daarnet. Daarnet hebben we ons bekken geopend. Kunnen we veel hoger ons been optillen. En je voelt het verschil als je bekken recht houdt, dat je been niet zo hoog gaat. Buig je rechterbeen en breng je rechterknie naar je rechterbovenarm. Schouders boven de handen. Rechterknie, linkerbovenarm. En rechterknie naar je neus. En dan plaats je je voet tussen je handen. Breng je linkerknie naar de mat. Voor deze les hebben we twee blokjes of twee dikke boeken nodig in de vorm van die blokjes. Je plaatst die blokjes naast je voorste voet.
We komen in een lauwe lunge. Duw je bekken naar voren. Adem in. En adem uit. Ga door naar split. Til je rechtertenen op. Voorste been is gestrekt. En ontspan naar voren. Adem in. Open je borstkas. Lauwe lunge. En adem uit. Half split. Deze beweging is een beetje dezelfde beweging zoals we de cat-cow doen op handen en knieën steunen, maar nu doen we dat in een low lunge afwisselend met een half split. En adem uit. Adem in. Open je borstkas. En adem uit. Half split. Breng je hoofd zo dicht mogelijk naar je voeten toe. Adem in. Open je borstkas. En adem uit. Half split. Adem in. Open je borstkas. Leg je blokjes opzij. Adem in. Armen op. Breng je handpalmen tegen elkaar. Buig je armen en plaats je duimen tegen de achterkant van je hoofd. Kijk naar het plafond en open je borstkas. Schouders laag. Laat je hoofd rusten op je handen. En naar voren. Plaats je handen op de mat. Krul je linkertenen, til je knie op. En plaats je voet parallel met de zijkant van je mat. Adem in, kom recht in een krijger 2, maar een grote krijger 2. Zorg dat je knie boven je enkel staat. Maak hem wijd en controleer eens of je van hieruit je grote teen kan zien. Dat betekent dat je knie ruim voldoende hebt geopend. Kan je niet zien, dan betekent dat dat je knie te veel naar binnen staat. Dus open je benen. Schouders laag, trek je onderste ribben in en kijk over je rechterhand heen. Hou je armen actief. Je handen reiken zo ver mogelijk van je romp. Draai je voorste hand om, adem in, reverse. Voel de strekking in je rechterzij. Kijk naar het plafond. En terug, krijger 2. Neem opnieuw de juiste houding aan. Hou je core actief en trek je onderste ribben in. Strek je voorste been. Plaats eventueel je achterste voet wat dichter. Breng je romp en je schouders naar voren en ga door naar triangel. Laat je rechterhand steunen op je scheenbeen. Linkerarm bereikt naar het plafond. Schouders laag. En we gaan cirkels maken met onze linkerarm. Dus we ademen uit als onze arm beneden is. En we ademen in als we onze arm terug naar boven brengen. En adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. En adem in. Buig je voorste been. Plaats je handen naast je voorste voet. Pivoteer op je achterste voet. Breng je voet naar je lichaam toe. Je neus. Doe je knie naar je neus. En adem in. Been opwaarts. Adem uit. Knie naar je neus. En adem in. Been op. Adem uit. Knie naar je neus. Nogmaals. Adem in. Been opwaarts. En adem uit. Knie naar je neus. En plaats je voet naast je linkervoet. In neerkijkende hand. Zo
zodat je vingers terug correct staan. Vingers open, wijsvingers wijzen naar voren. Adem in, linkerbeen op. Open je heupen, buig je linkerbeen en kijk onder je linkerarm door. En we gaan opnieuw cirkels maken als linkerbeen. En strek je linkerbeen terug uit. Je heupen staat deze keer recht, dus niet openen. Recht. Buig je linkerbeen en breng je linkerknie naar je linkerbovenarm. En terug opwaarts. Linkerknie, rechterbovenarm. En terug op. En linkerknie naar je neus. Plaats je voet tussen je handen. Rechterknie op de mat. Neem terug je blokjes of je boek. Plaats die naast je voorste voet. Adem in, low lunge. Open je borstkas. En adem uit, half split. Adem in, open je borstkas, low lunge. Adem uit, half split. Adem in, open je borstkas. Adem uit, half split. Nogmaals, adem in, open je borstkas. En adem uit, half split. Adem in, open je borstkas. Breng je blokjes opzij. Adem in, armen op, handpalmen tegen elkaar. En breng je handen aan de achterkant van je hoofd. Kijk naar het plafond, open je borstkas. Schouders laag. En laat je hoofd rusten in je handen. En plaats je handen naast je voorste voet. Krul je achterste tenen, til je rechterknie op. En draai je voet door tot zij parallel komt met de zijkant van je mat. Adem in, krijger 2. Grote krijger 2. Knie komt boven de enkel. Controleer of je je grote teen kan zien. Armen zijn actief. Handen reiken ver van de romp, schouders laag. Trek je onderste ribben in. Kijk over je linkerhand heen. Adem in, draai je voorste hand om en ga door naar reverse. En terug, krijger 2. Strek je voorste been, breng je achterste voet wat dichter. Wijk naar voren met je schouders en je romp en ga door naar triangle. Plaats je linkerhand op je scheenbeen. Rechterhand reikt naar het plafond. Schouders laag. En we gaan opnieuw cirkels maken. Adem uit. En adem in. Adem uit. En in. En adem uit. En adem in. Adem uit. Adem in. Nog eenmaal. Adem uit. En adem in. Plaats je handen naast je voorste voet. Pivoteer op je achterste voet. Trek je linkerbeen in. Adem in. Linkerbeen op. En linkerknie naar je neus. Nogmaals, linkerbeen op. En linkerknie naar je neus. Nog eenmaal, adem in, linkerbeen op. En linkerknie naar je neus. En plaats je voet naast je rechtervoet. En neerkijk je de hand. Adem in, rechterbeen op.
Buig je rechterbeen. Draai je rechterknie naar je neus. En plaats je voet tussen je handen. Adem in, kom recht in high lunge. Grote high lunge. Open. Laat je heupen stretchen. Schouders laag. Trek je onderste ribben in. Breng je handen tegen elkaar op je borstbeen. En we gaan doorgaan naar krijger 3. Breng je romp naar voren. Breng je gewicht op je voorste been. En duw je af. Krijger 3. Buig door je voorste been. Plaats je linkervoet achteraan op de mat. Linkerhand op de mat. Rechterbeen is gebogen. Rechterarm op. En kom in een easy twist. Plaats je achterste voet plat op de mat. En ga onmiddellijk door naar krijger 2. Om dan door te gaan naar reverse. Plaats je elleboog op je voorste been. Linkerarm naast je oor. En ofwel blijf je hier, ofwel maak je een halve binding. Breng je linkerarm achter je rug door op je heupen. En kijk over je linkerschouder heen. En ofwel ga je door naar de volle binding. Breng je rechterarm onder je been door. En grijp met je rechterhand je linkerhand vast. En kijk over je linkerschouder. Laat de binding los. Plaats je linkerhand op de mat. Kom terug op je linker tenen. Rechterarm op. Easy twist. Kom nu op de buitenkant van je linkervoet en breng je rechtervoet bij je linkervoet tot zijplank. Plaats je rechterhand op de mat, kom op de tenen, plank en ga langzaam door tot op de buik. Voeten plat, adem in cobra. En adem uit, neerkijkende hand. Adem in, linkerbeen op. Buig je linkerbeen, breng je knie naar je neus. En plaats je voet tussen je handen. Adem in, kom recht in high lunge. Handpalmen tegen elkaar, op je borstbeen. We gaan straks door naar krijger 3. Dus dan breng je romp naar voren. Breng je gewicht op je linkerbeen. En duw je af naar krijger 3. Buig door je voorste been. Plaats je rechtervoet gecontroleerd op de mat. Rechterhand bij linkervoet. Linkerarm opwaarts. Easy twist. Kom op de buitenkant van je rechtervoet. En breng je linkervoet bij je rechtervoet zijplank. Duw je bekken zo hoog mogelijk. En linkerhand op de mat. Kom terug op de tenen. Adem langzaam uit. Tot op de buik. Adem in, cobra. En adem uit, neerkijkende hand. Kom eventjes op de knieën. Spreid je knieën.
grote tenen tegen elkaar en ontspan in kindhouding. Laat je voorhoofd rusten op de mat. Je ellebogen liggen op de mat. Al ontspannen. Plaats je handen naast je gezicht, kom recht. Draai je voeten naar één kant. Plaats je voetzolen tegen elkaar en breng deze keer je voeten dicht bij je bekken. Zit met de rechter rug, hou je enkels of je tenen vast. Met de rechter en ga met de rechter rug naar voren. Dus duw je borstkas naar voren. Dus het is niet de bedoeling dat je rond zit. Open je borstkas en zit met de rechter rug. Dus het doet er niet toe hoe ver je gaat. Wat je moet voelen is die openheid in je borstkas en ook je rugspieren die hierbij werken. En ga nog wat door naar voren. En uiteindelijk ontspan, maak een ronde rug. Kom terug recht, zit met gestrekte benen. Plaats je rechterbeen over je linkerbeen. Plaats je rechterhand achter je op de mat. Adem in linkerarm op. En plaats je elleboog over je rechterbeen. Kijk maar over je rechterschouder. En maak dus een twist naar links. Dus als je inademt, maak je lang naar boven. En als je uitademt, draai je nog wat verder door. Adem in, maak je lang. Adem uit, draai nog wat door. En kom terug naar voren. Plaats je rechtervoetzool tegen de binnenkant van je linkerbeen. Adem in en ga eveneens, dus met de rechterrug naar voren. Dus het is niet de bedoeling van hoe ver kan ik hier gaan, nee. Open je borstkas en ga met de rechter rug naar voren. Hou je core daarbij actief. Trek je navel naar je wervelkolom toe. En ga tijdelijk ontspannen op je beenhouding. Kom terug recht, strek je rechterbeen uit en buig je linkerbeen. Plaats je linkervoet over je rechterbeen, plaats je linkerhand achter je op de mat. Adem in, arm op, rechterarm op en draai door naar links. Dus plaats je rechter elleboog over je linkerknie en kijk over je linkerschouder heen. Dus adem in, maak je lang naar boven. Adem uit, draai door. Adem in, lang. En adem uit, draai nog wat verder. En kom terug. Plaats je linkervoetzool tegen de binnenkant van je rechterbeen. Adem in, rechter rug. En adem uit, ga door naar voren met de rechterarm. Breng je borstkas naar voren toe.
Dus het zoveel mogelijk met de rechter. En uiteindelijk ontspan naar voren. Ga zitten, kom terug recht. Neem je twee blokjes bij je. Voor de laatste houding doen we de vishouding. Dus je plaatst één blokje in de breedte, één blokje in de lengte. En je plaatst aan het boordje van dit blokje ongeveer het midden van je rug. Ga dan op het blokje gaan liggen. Het andere blokje dient als ondersteuning voor je hoofd. Laat je armen ontspannen liggen op de mat naast je. En ofwel strek je benen uit, ofwel plaats je voetzolen tegen elkaar. Laat je schouderbladen echt hangen over dat blokje. Dus ontspan volledig op de blokjes. Stel dan langzaam je hoofd op. Breng je elleboog wat dichter bij je om je af te duwen. Breng je blokjes opzij. En ga uiteindelijk liggen. Helemaal ontspannen in Shavasana. Armen liggen naast je, handpalmen wijzen naar boven. Voeten vallen naar buiten. En ontspan volledig op je mat. Stilletjes aan beweging in je tenen, je vingers, je voeten, je handen, je benen, je armen. Strek je armen eens uit boven je hoofd en draai dan door naar rechts. Hou je ogen gesloten, kom recht en ga zitten in Sukhasana.
Leg je handen ontspannen op je knieën. En zit ontspannen met de rechterrug. Adem in via de neus. En adem uit via de mond. Adem in via de neus. En laat alles los via de mond. Breng je handpalmen tegen elkaar op je borstbeen. En breng je kin naar je borstkas. Breng je hoofd. Namaste.